Rianne, jij zit hier. Kan je iets vertellen over jullie bedrijf? Nou, we hebben een bedrijf wat bestaat uit twee locaties. Eén locatie draaien ik en mijn man, of mijn man en ik. En de andere locatie, daar zit zijn broertje met zijn vrouw. En wij zijn met allebei de bedrijven getroffen. En hoeveel kippen hebben jullie? In totaal 120.000. 120.000? Ja. En ik snap er natuurlijk heel weinig van, hè? Maar je moet me dat echt even uit gaan leggen. Hoeveel eieren heb je dan daar nu opgeslagen? We hebben nu in totaal met twee locaties bij elkaar 1,2 miljoen eieren staan. En die niet meer weg mogen. En wat ga je daarmee doen? We wachten nog af. We weten eigenlijk wel diep van binnen dat ze vernietigd moeten worden. Maar dat is een beetje een principe kwestie. Je wacht toch zo lang mogelijk af. Totdat er misschien nog hoop komt dat iemand zegt van we draaien het door de behanglijm of wat dan ook. Maar ik denk niet meer dat het gaat gebeuren. Want de behanglijm, daar zou je ook nog die eieren kunnen gebruiken. Het wordt overal voor gebruikt, die eieren, weet je. Mm-hmm. Dus en hoe gaat het met jullie? Ja, onzeker. Echt onzeker. Het is eigenlijk, je bent een beetje aan trekken aan een dood paard, als ik het zo mag zeggen. Het is, we zijn aan het vechten, maar je weet niet waarvoor. We weten niet waar het schip gaat stranden. Of überhaupt hetgene wat we nu aan het doen zijn, of dat gaat werken. Mm-hmm. Dus ja, het is afwachten. En ik neem aan dat je heel veel contact hebt met collega's. Ja. Hoe zijn die eraan toe? Ja, heel verschillend. De een is inderdaad heel strijdvaardig. En andere mensen weten gewoon dat het financieel zo zwaar wordt. Dat is emotioneel. Het zijn in het algemeen gewoon familiebedrijven. Ja. Die van vaders naar zonen zijn overgegaan, waar mensen zitten met kleine kinderen, met gezinnen. Ja, het is een ramp. Een totale ramp. Ja. En nu zijn er vandaag twee arrestaties verricht. En nou wordt natuurlijk echt een hele lange zoektocht naar wie nou hier de schuldigen van zijn. Ja. Je hebt een brief bij je waar je je handen op houdt. Wat, die heb je vandaag gekregen. Ja, dit is de brief die vandaag gestuurd is door, Martijn van Dam en mevrouw Schippers. Mm-hmm. Waarin ze dus, staatssecretaris van Economische Zaken. Waarin ze dus toegeven dat ze ervan wisten in 2016. Zeg, kan je dat nog een keer zeggen? Dat ze dus wisten, dat ze ervan op de hoogte waren, dat er dus in 2016, november 2016, al een tip binnengekomen is bij de NVWA, dat dit gebruikt werd. November 2016? Ja. Maar als ik het goed begrijp, zijn jullie bedrijven vaak pas begonnen met het besproeien van die kippen begin dit jaar? Die van ons in eind februari, ja. Dus als jullie dat geweten hadden, dan had je een ander middel genomen? Dat is echt de frustratie nu, ja, absoluut. Maar dat is toch verschrikkelijk? Ja. Ja. Maar waarom hebben ze dat dan niet gemeld? Waarom is dat dan niet doorgegaan? Zij vonden het blijkbaar niet ernstig genoeg om er verdere onderzoek naar te doen. En wij zeggen van, had het op zijn minst doorgegeven naar de onze overkoepelende organisaties, dan hadden zij daarnaar kunnen kijken. Maar ze hebben er gewoon niks mee gedaan. En wat staat er dan in die brief? Nou, ik heb hem zelf even vluchtig doorgelezen. Maar het is een hele lange brief. Het zijn 3 pagina's. Maar het komt er dus inderdaad op neer dat ze het geweten hebben, maar dat ze ook nog eens verwacht hadden dat het alleen maar behandeld gebruikt mocht worden in lege stallen. Terwijl er achteraf bekend is dat het helemaal niet gebruikt had mogen worden.